Vertel over je broodhokken. Ze zijn anders dan anders, zie ik. Heb je dat zelf zo gemaakt? Gedeeltelijk zelf verzonnen en gedeeltelijk laten maken, inderdaad. Het zijn diepe broedvakken. Het voordeel daarvan is dat de duiven makkelijk in de bakken blijven zitten. Dus als je er langs loopt, dus ze makkelijk op het plateautje stappen. Doffers zitten graag hierop. In het vliegseizoen staat deze schaal hierachter, om de hoek. En voor het tonen doe ik dit schuifje open en kunnen de duiven in de broedschaal en de duivin roepen. En door de week dan zit die dicht en kunnen ze hierop zitten. Dus jij gelooft wel in motivatie voor de duiven? Ja, ik geloof wel dat een duif net een procentje extra kan presteren door doordat hij zijn eigen happy voelt op zijn woonbak. En ik denk ook dat je hier leuke dingen mee kunt doen door een duivin erachter te zetten. Op een kiertje te zetten, laat die duivin maar roepen en die doffer zit ervoor. Dat denk je of heb je dat ook geprobeerd? Dat heb ik ook geprobeerd, ja. Ja. Het gaat in duivensport toch om dat minuutje dat ze sneller kunnen zijn. En misschien kun je dat op zo'n manier wel bereiken. Ja.